Soms denken mensen, ja, boeken, het is een beetje moeilijk of een beetje saai. Maar daar was woensdag niets van te merken rond de bibliotheek en kinderboekwinkel De Giraf. Maar het is natuurlijk heel leuk om juist te laten zien dat het een feestje is. En om kinderen, zoveel mogelijk kinderen, lekker te maken voor het lezen. En te verleiden om meer te lezen en nieuwe boeken te lezen. Het is Kinderboekenweek en die duurt nog tot de 15e. Het gaat over dapper durven zijn. En daar zijn we op ingehaakt met onze activiteiten. En dat bracht best wel wat kinderen op de been. Buiten en binnen was van alles te doen. We hebben kikkerrace, pippidans, superhelden schilderen. Ook heel erg leuk voor de kinderen, zodat ze echt met het thema bezig zijn. Ze konden zich laten sminken en stoere kleine mannen en vrouwen konden zelfs gewicht heffen. Echt van die heldenactiviteit, zodat ze zich ook echt een held voelen. Vooraf was er een heldenlunch, gewoon buiten op straat. Met mijn bel, het geluid om te beginnen met de heldenlunch. En welkom iedereen. En natuurlijk zag iedereen er ook uit als een echte held. Maar het bleef niet bij spelletjes. We hebben schrijvers uitgenodigd. In de boekwinkel komen alle schrijvers een keer langs. En die vertellen over hun werk, die signeren. Zoals Simon van der Geest, die een dag eerder op het kinderboekenbal in Amsterdam de Gouden Griffel in ontvangst mocht nemen. Ik doe mijn best. De prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek. Ja, dat was ontzettend geweldig. Fantastisch. Ik sprong echt een heel groot gat in de lucht. Ik was al heel blij omdat ik een zilveren griffel had. Maar dat het een gouden ging worden, dat was echt fantastisch. Vrijdagmiddag is er nog een superheldenfeest waar je kan leren hoe je een superheld kunt worden. En zondag is er een theatervoorstelling in Kunstmin.